Het woonplaatsbeginsel. Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van een nieuw verdeelmodel en een wetswijziging voor beschermd wonen. In dit filmpje leggen we uit wat deze wijziging inhoudt. De transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis is in volle gang. Het doel van deze transitie is om mensen met psychische problemen zoveel mogelijk thuis in hun eigen omgeving te laten wonen. Een belangrijk onderdeel van de transitie is de invoering van een woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel houdt in dat de gemeente waar een cliënt ingeschreven staat verantwoordelijk is voor die cliënt. Ook als die cliënt naar een andere gemeente verhuist om daar beschermd te wonen, omdat daar de kans op herstel groter is. Hier zijn enkele uitzonderingen op, die zijn te vinden in de handreiking Woonplaatsbeginsel. Daarin staat een beslisboom. Waarmee precies bepaald kan worden welke gemeente verantwoordelijk is. Het woonplaatsbeginsel zorgt ervoor dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor hun eigen inwoners en gaan investeren in goede lokale ondersteuning van deze mensen. Voorheen was er regelmatig discussie over welke gemeente verantwoordelijk was voor een cliënt. In de nieuwe situatie is dat sneller duidelijk. Het woonplaatsbeginsel geldt alleen voor klassiek beschermd wonen, dus voor mensen die intramuraal gaan wonen in een instelling. Voor andere vormen die wel op beschermd wonen lijken, maar niet aan de definitie voldoen, gelden dezelfde regels als voor ambulante WMO-ondersteuning. Hier geldt dus geen woonplaatsbeginsel voor. Wat betekent dit in de praktijk? Stel, Samuel woont in gemeente A. Door psychische problematiek kan hij niet meer zelfstandig wonen en meldt hij zich bij de gemeente voor beschermd wonen. Gemeente A is verantwoordelijk om zowel financieel als praktisch zorg te dragen voor Samuel. Sasha woont ook in gemeente A. Ook zij klopt bij de gemeente aan voor beschermd wonen. Zij heeft familie in gemeente B. Daarom wil zij graag in gemeente B in een instelling wonen. Ook de gemeente verwacht dat ze sneller herstelt. Met haar familie in de buurt. Gemeente A sluit nu een contract af met een zorginstelling in Gemeente B. Houdt toezicht op deze instelling en is ook verder inhoudelijk verantwoordelijk voor het traject van Sascha. Een verhuizing naar een andere gemeente voor beschermd wonen gebeurt altijd pas na overleg tussen de twee gemeenten. Cliënt en gemeente bespreken daarin samen wat de beste plek voor herstel is. Waar de cliënt kan gaan wonen als beschermd wonen niet meer nodig is en hoe dat geregeld wordt. Gemeenten hebben dit overleg vastgelegd in de overlegbepaling. Het woonplaatsbeginsel geldt alleen voor nieuwe cliënten. Voor mensen die nu al beschermd wonen, verandert er dus niets. Door duidelijkheid te hebben over welke gemeente verantwoordelijk is en helder af te spreken hoe de uitstroom van een cliënt gaat verlopen. Weten zowel cliënt als gemeente voorafgaand aan en tijdens het traject waar ze aan toe zijn. Wil je meer informatie over het woonplaatsbeginsel? Kijk dan op www.vng.nl/beschermd thuis.